De grootste innovatie in de afgelopen 10 jaar is uiteraard de definitieve doorbraak van e-commerce. Internet heeft het speelveld volledig veranderd. En retailers moeten daar op hebben ingespeeld. Er zijn diverse partijen die dat goed hebben gedaan. Maar er zijn ook partijen die nu echt op de blaren zitten of al weg zijn. Omdat ze de slag hebben gemist. En met name de slag om de consument. De consument bepaalt. En dat is een verandering die heel dominant is geweest. De huidige situatie in retail is zeer spannend. Er zijn diverse succesvolle retailers en pure players die het die echt aan de top staan. Maar er zijn ook heel veel retailers die de boot gemist hebben. De uitdaging is nu aan iedere partij die in de markt is om het spel nu echt op de juiste manier te spelen. En echt de behoefte van de klant te volgen. 2014 moeten de retailers alles op alles zetten om relevant te blijven voor de consument. De consument gaat naar alle verwachting toch uiteindelijk nu wel weer wat meer uitgeven. Het vertrouwen neemt eindelijk weer een klein beetje toe. En als dat nu structureel is, dan komt er echt weer geld vrij wat men gaat besteden. En aan de retailers is dat om dat bij hen in de zaak te krijgen. Hoe ziet de retail er in 2020 uit? Dat is een spannende vraag. Er is een groot onderzoeksproject gehouden afgelopen jaar door de stichting of een organisatie Shopping 2020. Daar zijn dikke rapporten uitgekomen waar heel veel mensen aan gewerkt hebben. Ik hoop dat retail daar heel veel aan heeft. Wij zullen er ook regelmatig over publiceren in Retail Trends. Maar zoals ik de retail zie, is dat er minder locaties zijn. Dat het aantal standaarden nog forser zal afnemen. En dat alleen de echt relevante bedrijven overblijven. En die zullen en heel groot zijn of heel gespecialiseerd zijn.